Mijn eerste gast vanavond is niemand minder dan Lander Gijsling, drummer van onder andere Stuff. Lander, wie ben je? Wie ben ik? Mooie vraag. Ja, ik ben dus een jonge gast uit Gent. Ik speel voornamelijk jazz en vrije improvisatie. En ik heb 15-tal verschillende projecten. Zo, vooral jazz, maar 15? Ook... 15? 15, ja. Okay. Dus zo jazz dinges en dan Stuff ook, wat dan meer een elektronisch groove experimenteel project is. Maar toch wel mijn hoofdproject nu, op dit moment. En jullie gaan dat wel subiet ook horen, dat wel redelijk stevig grooved. Is ook dansbaar, dus ja, dansen. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met al dit? Met de drummers vooral. En wie heeft je daarop geïnspireerd, zeg maar? Ik ben begonnen als ik 4 was. 5, 4 jaar in de keuken van mijn moeder. Potten en zo, potten en pannen. En ja, ik heb... zo begint iedereen wel, hè? Ja, voilà. Dus, en ik gebruik nog altijd potten en pannen eigenlijk. Ja, en heel veel naar hip-hop geluisterd. Ik ben ook heel lang met breakdance bezig geweest. En dan in turntablism gevlogen. En dan met jazz bezig geweest. Dus dat is een beetje mijn background. Zo. Veel oldschool hip-hop. Stuff. Wie was je inspiratie toen? Als drummer dan? Wie heeft je echt wel gepusht naar het drummen? Wel, ik was heel zot van The Meters, eigenlijk. Mm-hmm. Dat was mijn allereerste cd. En dan heb ik heel veel naar The Beastie Boys geluisterd. Dat is ook heel veel gesampled beats. En dan, ja... Maar waarom het drummen en niet bijvoorbeeld bassplayer of DJ of rapper? Als je toch naar Beastie Boys en naar heel veel hip-hop luisterde, waarom het drummen? Gewoon de sound. Ik vond vooral de sound van drums. Niet enkel de ritmes, niet enkel de grooves, maar echt gewoon de sound van een 70s funkgroep of zo. Like The Meters of gesampelde beats. Vond ik echt wel de max. Dat heeft mij zo geïntegreerd dat ik altijd die sounds probeerde na te maken, maar dan akoestisch. Dus met kettingen of met andere middelen eigenlijk. Maar je hebt een tijdje ook in New York gezeten, waar ik je ook een tijdje geleden op stap was met jou. En wat heeft die school daar, want je ging daar op school, wat is het, een drummerschool of een muziekschool, waar je naartoe ging? Wel ja, ik heb dus conservatorium gedaan hier in Gent, in Brussel. En dan heb ik de kans gehad om naar Amerika te vertrekken, naar New York. En dat was heel interessant, een beetje hard wel, omdat muziek in de States wel op een totaal andere manier gezien wordt. Veel technischer, waardoor dat er ook meer mogelijk is. Maar soms was dat wel hard. En vooral op vlak van drums is het niveau veel hoger. En je zit ook heel dicht bij de bron van jazz en van soul en hip-hop. Echt het hartje van New York. Mm-hmm. En ook elektronica steeds meer. Maar daar voel ik toch wel dat we in Europa wel nog altijd een stap voor zijn. Ik durf dat wel te zeggen. Heb je daar ook heel interessante mensen leren kennen? In het drummen vooral? In het drummen zeker. Al mijn helden eigenlijk. Daar heb ik toch wel les van kunnen hebben. Maar dat zijn zo... Geef maar een naam. Dan Wise bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is zo, misschien hebben jullie dat al gezien op YouTube. Zo'n gast die zo op van die FedEx Fast Talkers zo drumsolos doet. Ja. Dat is Dan. Dan Wise. Maar een beetje echt allemaal van die nerds echt. Maar dat is heel tof, want dan kun je heel diep in dat instrument gaan. En dat kan de muziek die wij dan uiteindelijk op podium spelen echt wel gebruiken. Zo. En hoe kwam dit project Stuff tot stand in feite? Begon het in de White Cat in Gent? Dat klopt. Als soort in-huis band? Klopt. De White Cat is een club in Gent. En eigenlijk komt het idee van Stuff uit een frustratie die ik had op het conservatorium. Omdat op het conservatorium? Het conservatorium in Brussel. Dat was zo academisch dat ik zoiets had van... Gasten, fuck you, jong. Al die smart shit. En ik was toen veel naar Georgia Ann Muldrow aan het luisteren. En dat was voor mij zo de... Dat is een producer uit LA die toch wel op manier jazz en misschien complexe muziek te samenbrengt met hip-hop en soul en beats. En dan dacht ik van, ik wil echt wel een band te samenmaken met mensen die ik heel tof vind. En die ook uit de verschillende werelden komen. En eigenlijk zo'n live gebeuren. Het live gebeuren dat ik op het podium altijd gewoon ben, met heel veel improvisatie, om dat ook zo te brengen naar de mensen.
Ja, want het is zo, tegenwoordig, de laatste jaren, vind ik toch dat heel veel jazzbands hun inspiratie gaan halen bij hip-hop. Terwijl dat in het verleden eerder omgekeerd was, niet? Ja. Vind ik best heel interessant natuurlijk. Super interessant. Ik vind dat heel leuk, omdat op die manier kan ik bijvoorbeeld een beetje jazz aan de mensen hier bijbrengen. Ik vind dat ook wel mijn taak of zo. Ja, ik vind dat wel schoon. Jazz is niet voor elite. Het is voor iedereen. Het is natuurlijk iets dat je ook evenzeer kan voelen als een andere muziekgenre. Ja, het is dat. Het is net als soul of R&B of zo. Het is gewoon wat ouder. Het is een beetje stoffiger. Maar toch heb je heel veel jonge bands tegenwoordig. Ik denk maar aan jullie. Ik denk maar aan Bad Bad Not Good. Ik denk maar aan zoveel andere bands natuurlijk. Ja. Het is een soort revival van de jonge jazzbands. Meets hip-hop dan, natuurlijk. En dat maakt het natuurlijk, denk ik, ook interessanter. En het introduceert een beetje de jazzmuziek aan een hip-hop crowd. Ja, het brengt eigenlijk de geschiedenis terug naar nu en het nu terug naar vroeger. Mm-hmm. Mm-hmm. Wat kunnen we verwachten vanavond? Vanavond gaan wij gewoon een feestje bouwen met de beats en veel synths. En waarschijnlijk één vloeiende set hangt er vanaf hoe dat de sfeer... Van het publiek is ook een vloeiende set proberen in elkaar te boksen met vooral eigen nummers nu. We zijn nu eigenlijk ook bezig, we zijn net een plaat aan het afmaken, die is bijna af. Dus er zitten, hoeveel nummers? Nummers op de plaat? Ja. Of op de CD? We hebben eigenlijk elf nummers. Dus dat zijn er redelijk veel, maar er zullen er waarschijnlijk 8 worden of zo. Dus er komt wel iets moois aan. En we gaan een paar van die nieuwtjes... Die steken we in de set, maar ook een paar covers, een paar nummers die voor ons wel een referentie zijn. En die ga ik nog niet verklappen, uiteraard. En ik weet niet of ik het al mag zeggen, maar ik denk dat jullie artists in residence zijn van de AB dit jaar. je mocht dat nog niet zeggen, maar dat klopt. Ja. Oké, dat is dan enkel voor jullie. Niet verspreiden, sowieso. Ja, voor jullie. Yay. Oké, mensen, straks dus stuff aan het werk in de... En het kasteel van de Rode Ridder. Oké? Okay? Make some noise voor Lander, alsjeblieft. Dank u.